Het bekende Gentse pyjama-merk Woody bestaat 25 jaar. En dat vierden ze enkele weken geleden in de Art Cube in Gent. Niet alleen met een feestje, maar ook met een nieuw logo, een nieuwe naam en een app. De Woody-app wordt in juli gelanceerd en brengt de vrolijke diertjes op de pyjama's tot leven. Kids in bed krijgen is niet makkelijk. De leuke nieuwe diertjes op de pyjama's moeten de kinderen warm maken om te gaan slapen. Vandaar hebben wij ook altijd een verhaal in de collectie. En op bepaalde pyjama's staat dat verhaal ook uitgeschreven. En natuurlijk is het plezant om als ouder het verhaal te vertellen als het kindje in bed gaat. En dat maakt ook heel die Woody pyjama ook weer superleuk voor de kinderen. Oh Lord. Hear me turn these words into a song. De alpaca, dat is niet zo vreemd, denk ik, omdat je nu ook al toch al wat alpaca's ziet verschijnen in het modebeeld. Dan hebben wij ook gekozen voor de dodo, om we willen ook van zijn naam dodo doen. En we hebben ook de tarsier, het spookdiertje, die dan meer gelinkt is met een Halloween-sfeertje. We hebben bijvoorbeeld nu een nieuwe onesie en dat is eigenlijk een volledig dier. Dan hebben we ook onesies nu met all over prints. Naast de prints en de vrolijke kleurencombinaties zie je ook nog de classic streepjes. En uiteraard zijn er matching pyjama's voor de ouders. Ja, we vinden dat wel leuk. Mijn dochter is 12, ze is het eerste middelbaar. Ik denk niet dat ze over straat de hele tijd twinning look wil lopen met haar mama. Maar in bed en thuis, dat gaat nog wel. Dat vindt ze nog wel tof. Vooral ook als mijn kinderen klein waren, waren vooral de dieren op de pyjama's. Ja, dat is zo een aantrekkelijk iets. Elk kind vindt dat leuk. Ze maken er dan ook dezelfde knuffel bij. Ja, dat is eigenlijk allemaal supergoed gezien, hè? Dus dat is het meest aantrekkelijke voor de kinderen, denk ik. Op de wintercollectie is het nog even wachten, maar vanaf april ligt een speciale verjaardagscollectie in de winkels. Grafisch ontwerper Benjamin van Oost van designstudio Bam Bam ontwierp een street art print, waarin je de vele diertjes van de voorbije 25 jaar kan herkennen.